is het een park, maar tot 1909 was het Bellamy Park een haven. Archeoloog Bernard Meijlink vertelt over de vroegere koopmanshaven. Het kleine dorpje Oude Vlissingen was met een natuurlijke haven eerst verbonden met de zee. En die slipte dicht. En toen besloten de graven van Holland al geld voor uit te trekken om nieuwe havens bij dat Vlissingen te graven. Dus blijkbaar was Vlissingen toen al, vanwege haar strategische positie, belangrijk genoeg voor de graven om een nieuw havensysteem te krijgen. De inrichting, de nieuwe inrichting, die is echt ook een beetje gestoeld op de vorm van de oude haven. In de 15e eeuw kregen ze ook al de nieuwe haven hier, wat nu de jachthaven is. En beide havens zorgden ervoor dat Vlissingen ook een hele belangrijke vissersplaats werd. Nou, die voorspoed die bleef Vlissingen met zich meedragen tot in de Gouden Eeuw. En ook de tijd dus van de VOC en de West-Indië-Compagnie. Het was niet alleen deze haven. Aan het begin heb je de korte voorhaven. Dan was dit de belangrijkste haven, de Koopmanhaven. En dan onder een bruggetje door die vanuit de Kerkstraat naar daar ging. Daar liep het water door en dan was de achterhaven. Die was druppelvormig, die was wat ronder aan de achterzijde, zodat scheepjes daar ook makkelijk konden wenden. En die achterhaven, die stond weer op zijn beurt verbonden met de Spuikom. Dat was door een gewelfde gang, die ook ooit is bij archeologisch onderzoek is gevonden. En als het water bij vloed dan hier binnenkwam, want het waren getijdenhavens, dan spoelde dat water door die gang ook de Spuikom in. En met die kracht werd ook een watermolen aangedreven. En dat water werd met vloed dus opgevangen in die Spuikom. En als het dan met eb leeg kwam te staan, dan spuiden ze met het water uit die Spuikom de haven weer schoon. Zodat slip en dergelijke weer de haven uitspoelden.